Ja, mevrouw Tonen, vandaag is hier de leeftuin geopend. Ik neem aan dat jullie blij zijn met die leeftuin. Ja, zeker. We hebben er toch een tijdje op gewacht en veel voorwerk gedaan. We zijn heel blij dat die nu officieel geopend kan gaan worden en in gebruik genomen kan worden. Ja. Dit is voor ons een erg belangrijk project. We hebben natuurlijk hele vele. Maar dit is een project wat echt buiten de normale zaken valt van binnen een ziekenhuis. En toch heel erg belangrijk voor alles wat betrokken is bij of betrokken wordt bij het ziekenhuis. We zijn een club van mensen die zich geheel vrijwillig inzetten voor die zaken die in dit streekziekenhuis buiten de normale verzekering of vergoeding vallen en die het ziekenhuis, waar het ziekenhuis zelf ook geen budget voor heeft. Dus net dat stukje extra willen wij als stichting vergaren om te kunnen zorgen dat de mensen een nog beter gevoel, een nog beter thuisgevoel bij dit ziekenhuis hebben. Welke functies moet deze tuin allemaal gaan aanspreken? Hij is een stukje revalidatietuin, dus mensen weer terugbrengen in de maatschappij. Die moeten herstellen na een aandoening. Alle mensen die hier werken, zeker niet te vergeten. Ook voor hun is dit een perfecte ruimte om even ontspanning te hebben, even uit de spanning te zijn. Mensen die hier helaas moeten verblijven en toch naar buiten mogen, kan dat hier ook heel bewaakt en veilig gebeuren. Dus het voldoet eigenlijk aan meerdere zaken. Ja, voor iedereen is hij toegankelijk, dus daarom is het ook leeftuin genoemd. En dan hebben jullie hier van allerlei verschillende omstandigheden aangelegd. Kun je eens wat voorbeelden noemen? Ja, er is een drempel gemaakt, een opritje voor een drempel voor mensen om te leren rijden met een scootmobiel. En er zijn verschillende materialen om te leren omgaan als je bijvoorbeeld een rollator hebt. Of andere omstandigheden waardoor je moeilijker kunt lopen, dat je kunt wennen aan die andere omstandigheden en dat je daarmee vertrouwd raakt. Zoals ze hebben hier een grindpad hier achter mij liggen en houtsnippers, die kom je ook tegen soms. En je hebt kinderkopjes, klinkers, verschillende materialen die je ook in de normale samenleving tegenkomt. Waar de mensen dan mee kunnen oefenen van hoe ga ik daarmee om als ik dat tegenkom, dat ik niet val en dat ik gewoon door kan lopen. Nu is de tuin nu nog een beetje leeg en nog een beetje door, er moet nog wat gras groeien. En er komen ook fitnessapparaten, hè? Ja, er zijn 3 fitnessapparaten besteld, die zijn er helaas nog niet. Een fiets en een lichtfiets en een steptoestel. Die zijn er over een paar weken en dat zijn dus de toestellen waar iedereen ook gebruik van kan maken en als hij dat wil. Ja. We hebben de Plane Tree concept, is een helende omgeving in de buurt van water en natuur. Nou ja, ik denk dat we hier op de beste plek van het ziekenhuis zijn als je het daarover hebt. Want ja, hier heb je alles voor handen. Dus ja, prima denk ik op deze plek. Ja. En dan hebben jullie voor deze tuin hebben jullie medewerking gekregen van verschillende partijen, waaronder de vrienden van het Maasziekenhuis, vrienden van Partijn. Was het anders mogelijk geweest om deze tuin aan te leggen? Dan was het heel moeilijk geworden. Ik denk niet dat het dan ooit gebeurd was. En we hebben sowieso nog wat subsidie ook door de vrienden die dat hebben dat voor ons geregeld. Ik denk niet dat die dan gerealiseerd had kunnen worden. Dus ik ben heel erg blij met de hulp die zij ons geboden hebben. Ja. Nou, bestaat Vrienden van het Maasziekenhuis vooral uit ondernemers. Is er een mogelijkheid voor gewone mensen om zich bij die vrienden aan te sluiten? Nou, ik ben blij met die vraag, want inderdaad, het zijn niet alleen de ondernemers die hier in een rol spelen. We proberen ook de totale gemeenschap, waarin dat dit streekziekenhuis een functie heeft, hierin te kunnen betrekken. Daar waar het ook met hele kleine giften, indien gewenst, kan. Om te ondersteunen bepaalde projecten. Is er een doel of is er een bepaald project wat bijzonder aanspreekt? Men kan dat zien. Men kan zien hoe ver dat het project nog van zijn definitieve einddoel af is. Men kan zien hoeveel geld er nog tekort is. En men kan eventueel daar, zoals gezegd, met vanaf 1 euro opwaarts natuurlijk bijstorten.